Kapitein is gebouwd en ontwikkeld in de jaren 60 en 70. Was op dat moment volstrekt uniek. En heeft ook Utrecht in bepaalde zin op de kaart gezet. En als je nu presentaties geeft, wat ik veel doe. En dan zitten heel vaak mensen in de zaal die zeggen, ja, vroeger ging ik al met mijn ouders vanuit welke plaats in Nederland dan ook naar Hoogkaterijnen toe om dat commerciële winkelwonder te aanschouwen. In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoogkaterijnen, waarvan het winkelcentrum nu in gebruik is genomen. Rond de opening is er nogal wat te doen geweest over dit project, dat namelijk nog lang niet gereed is en waarvoor in het oude hart van Utrecht nog veel zal moeten verdwijnen. Er waren allerlei redenen voor de gemeente om dit gebied aan te pakken. Er waren ook hele emotionele redenen die eigenlijk al voortkwamen uit de bouw van Hoogkaterijnen. Het dempen van de singles, het weghalen van het gebouw van de Utrecht. Er was een permanent gevoel in de stad dat we daar iets aan moesten corrigeren. Eigenlijk al in de jaren 90 is door een aantal partijen geprobeerd om dit hele stationsgebied tot ontwikkeling te brengen, tot vernieuwing te brengen. Ondanks dat het een enorm commercieel succes was, ja, was het te laag, dat te weinig daglicht, dat hele slechte aansluitingen met de binnenstad. De branchering die was verouderd, was eigenlijk relatief heel weinig horeca, wat je eigenlijk graag zou willen hebben in een modern winkelcentrum. Dus dat waren allerlei redenen om Hoogkaterijnen eigenlijk te gaan herontwikkelen. Wij kwamen hier in 1990, toen was het winkelcentrum ja, eigenlijk over zijn top heen, was nog niet super gedateerd, maar het was economisch bijzonder goed functionerend. Maar mensen, vooral uit de stad Utrecht, vonden het een lelijk winkelcentrum. Een betonnen, onaantrekkelijke puist of hoe ze het dan ook wilden noemen. Maar in ieder geval allemaal negatieve bewoordingen. Hoogkaterijnen originally was a very closed box, very inward looking, very introvert, very dark. As many people know it from before. And our goal always was to open it up, to really bring light inside, to make new connections with the city. So finding good new solutions, architecturally in urban design sense, for Hoogkaterijnen. Op 1 december 2009 hebben we de eerste paal geslagen voor het woonwinkelgebouw De Vredenburg aan het Vredenburgplein. En daar hebben we ook een gigantisch feest van gemaakt. Dus echt wel even goed bij stilgestaan, omdat het ja, voor Hoogkaterijnen, maar ik denk voor het hele stationsgebied, een ontzettend belangrijk moment is geweest. Vanuit al die planontwikkeling zijn we gaan bouwen. Nou, de gemeente had toen twee rollen eigenlijk. De gemeente was zelf ook investeerder, dus wij bouwden ook zelf. Het muziekcentrum is natuurlijk het allermooiste voorbeeld, maar alle infrastructuur is ook van de gemeente. Dus ook het terugbrengen van de Katrijnensingel, het water, nou, dat soort rollen. Die lagen allemaal bij de projectorganisatie. Our role in the project is one that's evolved over the course of time. From the very beginning, were like urban design strategies for how, you know, a redevelopment in the middle of an important city can happen, and how it works when there's a big project like Hoogkaterijnen at the heart of it. So, from urban design strategies, workshops with all the different stakeholders. On to when the role evolved into one of architectural design and working with all the players at the table. Het valt mij op dat alle negatieve dingen die er vroeger over Hoogkaterijnen werden genoemd, tegenwoordig zelfs de grootste anti-Hoogkaterijnen persoon die is positief over het winkelcentrum. Vindt het een aanwinst en natuurlijk, Utrechters hebben altijd wel wat te mekkeren, dus die weten altijd nog wel een puntje wat beter had gekund. Ik denk als zometeen het winkelcentrum helemaal af is, de single helemaal open is, dat iedereen eigenlijk best wel heel blij is met de metamorfose die we doorgemaakt hebben. There's a couple of responses that we've heard about Hoogkaterijnen. And we were talking about them earlier today. One is that a lot of people look at Hoogkaterijnen and say, it doesn't feel very Dutch. And you know, I disagree with that because I think it's incredibly Dutch. It's largely horizontal. It's connected to the sky. It's connected to water. It's very conservative at one point, and yet it has moments of sort of flourish, boldness. That's Dutch. It's the middle of the Netherlands. It's Dutch.
Nou, als je kijkt wat er de afgelopen 10 jaar in dit stationsgebied gebeurd is, dan is dat eigenlijk ongelooflijk. Alle elementen, alle grote gebouwen die daar nieuw bijgekomen zijn of veranderd zijn. Denk aan het nieuwe station, denk aan het stadskantoor, denk aan het Stationsplein Oost. En denk inderdaad ook aan hoge treinen. Dan is de verbeterslag is natuurlijk ongelooflijk groot geweest. En als je nog oude foto's ziet en ziet hoe versleten dat gebied was, hoe verouderd dat gebied op dat moment was. En als je dan vervolgens nu kijkt waar we nu staan, zeg maar, wat voor enorme kwaliteitsimpuls er heeft plaatsgevonden. Dat is wel heel erg mooi om naar terug te kijken. Do we think Hokotraina is future-proof? If one says that Hokotraina is adaptable to change, unforeseen, which I would say that it has been and has proven to be, then it's, yes, it's future-proof. Yeah, I think definitely it's future-proof. I think if you only look at the location in the city center, the framework that is there now at the moment, of course there will be change, but that is necessary. To be successful in the future, you have to change, you have to be able to change. Ik vind het resultaat heel positief. Ik ben er op zich heel erg trots op vanuit mijn professie. Ik bedoel, ik heb een van de grootste projecten in Nederland mogen runnen met dit resultaat. En dat is redelijk smooth gegaan eigenlijk. Dus daar ben ik heel trots op. Ja, ik hoop dat Hoogkaterijn toekomstbestendig is. Hoewel de ontwikkelingen zich altijd sneller opvolgen. Maar ik denk dat een aantal basisdingen nu heel erg goed zijn die in het oude Hoogkaterijn minder goed waren. En dan praat ik inderdaad over het daglicht. Wat er nu is in vrijwel heel Hoogkaterijn. Het feit dat de winkelpuien hoger zijn, dat geeft ook meer het gevoel van een straat. Wij hebben inderdaad ook overeenstemming bereikt over een nieuwe plek aan het Stationsplein. Wordt op dit moment gebouwd. En we hopen daar begin volgend jaar helemaal klaar te zijn en veel gasten te ontvangen. We zitten nu natuurlijk op een binnenterras en dat heeft het voordeel dat het altijd droog is. Maar het buitenterras is toch ook altijd wel lekker in het zonnetje zitten. Dus ik denk dat het ook een hele leuke plek zal gaan worden waar iedere Utrechter en niet-Utrechter van harte welkom is. Ik denk dat het in beginsel nooit klaar zal zijn. Ik denk dat een van de kenmerken van gebouwen en van gebouwde omgeving is dat het altijd verandert en mee verandert met maatschappelijke behoeftes. En dat zal ook voor Hoogkaterijnen gelden en ook voor het nieuwe Hoogkaterijnen gelden. Ik denk wel dat het concept dat we nu gemaakt hebben, dat wel een zekere bestendigheid heeft en ook voor jaren wel zal staan. En ik denk ook dat wat we vooral hebben geprobeerd is heel goed kijken naar de menselijke maat. Waar het oude Hoogkaterijnen heel erg sterk was ingegeven vanuit stedenbouwkundige principes. Gescheiden verkeersstromen, het maken van een soort wereld waar voetgangers eigenlijk niet kwamen. Hebben we nu veel meer denk ik gekeken juist naar de inbedding van het complex, van het hele gebouw in de binnenstad van Utrecht. En geprobeerd om echt die verbinding zo sterk mogelijk te maken en zo transparant mogelijk te maken. En ik denk dat dat uiteindelijk bestendiger is dan wat er in de jaren 60 is neergezet.